Goedenavond allemaal, welkom in Café Brokkie, hier bij het glazen café Bornebroek, bij de sluiting van het glazen café 2023 alweer. Mark en Huub, hoe hebben jullie dit weekend beleefd? Ja, super toch? Ja. Allee, vond je niet mooi? Ik vond het geweldig. Ja, dat feit ik, man. Goed succes, Mark. Wat vond je het mooist? Ja, wat was het mooist? Nee, ik denk dat we met elkaar gisteravond volle bak hier in het café heel veel geld bij elkaar hebben gepraat. 19.000 euro bijna. Ja, wat moet je nog meer doen? Meer kun je niet. Toch? Laten we eerst gaan kijken naar de totaal opbrengst van het glazen café Bonnebroek. 2023, haal hem er maar uit. Dit weekend heeft opgeleverd een bedrag van 27.340 euro. Fantastisch. Ja, is echt een topopbrengst. Ik bedoel, we hebben alle genomineerde goede doelen hier in Bonnebroek die een aanvraag hebben gedaan, hebben we kunnen helpen met een bedrag. Dus dat is sowieso goed, daar zijn we al heel blij mee. Hoe is het precies allemaal verdeeld, die bedragen, onder de verschillende organisaties? Ja, alle aanvragen die zijn geweest. Organisaties konden een aanvraag doen met ook een onderbouwing van hoeveel ze wilden hebben, waarvoor. Dat is gecheckt en we natuurlijk eerst moeten kijken wat is er binnengekomen dit weekend. Nou, dat is dus die 27.340 geweest. Nou, en dat hebben we zo'n beetje, hebben we alle goede doelen compleet hun aanvraag kunnen voldoen op eentje na. Dus dat is echt fantastisch nieuws. Met zo'n resultaat als deze vinden we dat er meer in het vat zit. Dus we zijn zeker van plan om volgend jaar nog weer een editie te houden. En we hopen natuurlijk dat dan ook weer heel veel organisaties, verenigingen, stichtingen een leuke aanvraag doen. Wij hopen ze daarmee weer goed te kunnen helpen volgend jaar. Dat gaat vast en zeker lukken. Wat altijd wel leuk is naast de peiling ook hoe je ziet hoe heel Bonnebroek betrokken is. En dan zie je zelfs tot de jongste aan toe, de basisschoolleerlingen die langskwamen op vrijdag. En vanmiddag hebben we ook de dansgroepen gehad. De kleintjes van volgens mij 6 tot 12 jaar. Ook heel leuk om te zien hoe betrokken die zijn. Dat is heel leuk. Dat het echt van jong en oud is, dat iedereen meehelpt.